Dankjewel. En ook welkom hier in het Huis van de Stad, ons mooie stadhuis. Het is overigens niet alleen de 53e editie van de feesten en de 106e van de Vierdaagse, maar ook de 99e keer dat Nijmegen als thuisbasis voor het evenement dient. Ik reken op een groot feest volgend jaar. Dit jaar houden we ook een feest en het gaat vast goed lukken. Als het een beetje gaat zoals de editie van vorig jaar, dan wordt het gewoon een top Vierdaagse week. En waarom niet? Het weer gaat er wel wat mee zitten. We hebben genoeg regen gehad, dus het onkruid heeft lekker kunnen groeien. Dat is nu klaar. Dus we gaan even wat maaien. En dan komt het helemaal goed. En zeker in deze periode, hè, zo vlak voor die laatste week, ik weet niet hoeveel uur is, maar dan begint de Vierdaagse koers volgens mij pas echt op te komen. Daar zijn er nog niet al die honderdduizenden wandelaars, bezoekers, begeleiders, vrijwilligers, maar dat begint toch wel te gaan. En sommige mensen zijn wat erg enthousiast. Die plaatsen de bankjes, de kasten zelfs. Ik weet niet hoe je op een kast de Vierdaagse kunt zien, maar schermen is dat ook nodig om die naar buiten te slepen. En ook allerlei linten. U heeft van de week al gemerkt dat we daar dit jaar wat meer paal en perk aan gezet. Even opgesteld. In elk land van de wereld waar het verboden is om troep op straat te zetten, wordt u gewoon hup opgeruimd zonder pardon. Maar we leven in Nederland. Zelfs als je illegale dingen doet, word je eerst gewaarschuwd. Dus daar zijn we begin deze week mee begonnen. Via allerlei acties, via social media en andere media. Maar vandaag kunnen degenen die de bank hebben neergezet kennis gaan maken met een fenomeen wat ik ook niet kende. De kraakwagen van de dag. Ik ben tegen kraken. Principeel omdat het wettelijk niet mag. Maar dit is een kraakwagen waar ik persoonlijk samen met Sandra Voorheersen nog wel eens zou willen gaan kijken. En met u en mijn Kielzok. Hoe daar die bankjes en zo gekraakt gaan worden. Want dat is wat daar natuurlijk in gebeurt. Maar in alle ernst. De openbare ruimte is voor ons allemaal. En dat is hartstikke druk. En het is ook heel mooi, zeker bij de intocht, dat er zoveel mensen komen kijken. Maar we willen ook iedereen de gelijke kansen geven. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je 3 weken of 2 weken tevoren al iets denkt te claimen. Ik hoor over mensen die opgelucht zijn dat we nu iets gaan doen. Omdat er ook gewoon echt ruzieachtige taferelen ontstonden. En dat vind ik helemaal jammer. Ik heb de afgelopen jaren al gemerkt hoe er steeds vroeger steeds meer de openbare ruimte geclaimd wordt. En daar staan we dus niet meer toe. Pas vanaf zaterdag in de Vierdaagse, dus dat is volgende week zaterdag, niet deze week zaterdag, dan zullen we het gedoogbeleid hierop weer van toepassing verklaren. Overigens, dat is geen excuus om allerlei dingen neer te zetten die de veiligheid in het gedrang brengen, die de verkeersdoorgang belemmeren. Maar als dat op een nette manier kan, zullen we het vanaf dat moment weer gedogen, weer toestaan. Maar tot die tijd zal de dag met kraakwagen, maar ook andere middelen, in ieder geval een paar keer langs gaan om te beginnen ook vandaag. En ik hoop ook dat daar begrip voor is. Ik denk dat het de Vierdaagse nog mooier voor ons allemaal gaat maken. En waardoor als u of vuil kwijt wil, daarvoor hebben we de Milieustraat. Daar worden ook dingen gekraakt. Het is ook mooi om te zien. Het is ook heel zinvol om daarheen te gaan. Dat is één. Twee, we blijven natuurlijk continu werken aan vernieuwing en verbetering samen met de marsen en de feesten. In de app van de feesten wordt dit jaar ook voor het eerst de mogelijkheid opgenomen om je leeftijd toe te voegen. Dat gaat dan via een ID-scan. En dat heeft een hele mooie praktische toevoeging. Daar kunnen medewerkers in de bar veel sneller en eenvoudiger, en uiteraard met een achtname van de privacy, controleren of iemand 18 plus of zo is. En dat is natuurlijk hartstikke mooi in het kader van alcoholverstrekking. Iedereen is welkom op de Vierdaagse feesten, maar het moet wel bij alcoholgebruik ook allemaal in het net blijven, zodat het veilig en gezellig en ook gezond blijft voor ons allemaal. Dus dat lijkt me een hele mooie toevoeging, vooral omdat veel grote mensenmassa's we hier goed gebruik kunnen maken van die techniek. En over veiligheid gesproken, kijk, bij evenementen als deze, daar kunnen de beide heren rechts van mij misschien inmiddels een heel boek met alle nachtmerries en dromen en wensen over opschrijven. Kijk, als ik zeg dat veiligheid en de eisen van evenementen in de loop der jaren alleen maar opgeschroefd zijn en daardoor een steeds grotere belasting leggen op kleine en grote evenementen, dan zeg ik natuurlijk niks nieuws. En ik vind dat we daar ook vanuit de overheid, vanuit de lokale overheid, serieus mee moeten omgaan. Natuurlijk, wet en regels zijn er om toegepast te gaan worden. Dat kun je niet anders doen, moet je ook niet anders willen doen. Maar we moeten niet doorslaan doordat we bang zijn omdat er zulke grote massa's op de been zijn. Daarom maar steeds, bijvoorbeeld steeds vroeger het centrum zijn gaan afsluiten. Vaak steeds later in de nacht,
pas de stad weer vrijgeven, hè, tot er verkeer in gaat. Dus dit jaar hebben we een paar maatregelen. Ze klinken bescheiden, maar ze hebben toch al behoorlijke gevolgen die we gaan invoeren. We gaan de binnenstad bijvoorbeeld pas om 2 uur afzetten voor verkeer in plaats van 12 uur. En 2 uur op een dag, maal 7, is best veel. We waren dus de loop der tijden, u zult het misschien gemerkt hebben, het werd steeds moeilijker om met een auto naar Nijmegen te komen. Je moest bij wijze van spreken 's ochtends om 9 uur komen, dat kon het nog net. En daarna was de stad al overgenomen. Dan gaan we dus wat anders doen om op die manier de stad ook leefbaar te houden voor mensen die hier wonen of die voor hun werk moeten komen of wat voor reden dan ook. En we doen dat ook in de avonduur, beter nachtelijke uren, gaan we de afspraken wanneer de stad weer vrijgegeven wordt, gaan we wat straks inleiden, zodat het niet afhankelijk wordt dat bijvoorbeeld de politie dat gaat zeggen. En als de politie dat dan pas laat zegt, of vergeet in alle drukte, tot daardoor die binnenstad, die stadcentrum, wordt afgesloten geworden. Dat heeft nog een ander positief gevolg bij de maatregel. Dus zowel dat later pas dicht zetten van het centrum en het ook op tijd en daarmee eerder openzetten van het centrum. Dat scheelt ook 1000 mensenuren aan verkeersregelaars. En in een tijd waarin we krapte aan personeel hebben, hè, u kent het verhaal dat ze al, die zakkenstengel wil op ingaan, rondom de taken die de politie nog oppakt en zich wat meer concentreert op de kerntaken, waar ik het zeer mee eens ben natuurlijk, is dit natuurlijk ook fijn. Want dat betekent dus dat er 1000 uur minder aan verkeersregelaar moet worden ingehuurd door de organisatie. En dat kan alleen maar fijn zijn. En tijdens het vuurwerk, wat ik nu aannem wat doorgaat, ongeacht dat op het voetbalveld gebeurt, zal de snelbinder gewoon open zijn. Die werd altijd afgezet, maar we hebben er nog eens goed naar gekeken. Dat is qua veiligheid, eigenlijk kun je die net zo goed open hebben. Dus dat is ook gemakkelijk voor iedereen die daar gebruik van wil maken. En ik wil ook op die lijn verder gaan voor de komende jaren. Kijk, bij veiligheid, en u doet als pers natuurlijk niet aan mee. U schrijft nooit over incidenten en zegt dan wie is daar schuld aan. Dat doet u nooit. Sommigen beginnen nu te glimlachen. Maar dat is natuurlijk wel de werkelijkheid in dit land. We zeggen altijd tegen elkaar, we moeten ruimte elkaar geven. Dat betekent dat je gewoon moet kijken naar de risico's en niet naar altijd de regels. Maar de praktijk is altijd anders. We blijven sturen op de regels. En onze mensen, of nou politie is, gemeentemensen, organisatoren, ja, die hebben daar ook gewoon schrik van. Die worden daar ook door angst gehad. Die gaan dus nog meer op de regels leunen, omdat ze altijd opgeknoopt worden, spreekwoordelijk gelukkig, als er iets is misgaan. Je moet willen een keer een stap te zetten in deze samenleving, maar ook bij het allergrootste evenement van dit land en een van de allergrootste van Europa, om een keer te zeggen, wij accepteren bepaalde risico's om het ook nog leuk en gezellig open te houden. En ja, dan kan het best wel een keer gebeuren dat er iets omvalt of dat iemand met een auto per ongeluk iets of iemand aanrijdt. Dat is een risico wat je ook moet durven nemen om het nog leefbaar te houden, want anders wordt het naar de toekomst toe bijna onmogelijk nog om evenement op deze schaal te organiseren. Ik denk dat we alleen maar dit evenement kunnen organiseren omdat we het al zoveel tientallen jaren doen. Als we opnieuw zouden moeten beginnen, zou dat quasi bijna een onmogelijke opdracht zijn om 7 dagen lang zoveel mensen elke dag weer in zo'n klein stukje drukke centrum van onze stad, die toch al steeds drukker wordt, op te vangen. Dus daar hebben we elkaar ook nodig. En mijn steun spreekt hiervoor ook uit om die beweging ook te maken. Ten vierde kijken we dit jaar ook extra goed naar afval. We zijn natuurlijk hartstikke goed op weg met dat bekersysteem. Hè. Het doel is dat 75% van die bekers ingeleverd worden voor recycling. Wat ons wel is opgevallen vorig jaar is dat dat op zich de goede kant op gaat. Maar vervolgens zien we in het zwerfafval een toenemend aandeel van blikjes op straat. Dat is inmiddels al zo'n 10% blijkt dat analyse. Ja, er zijn dus mensen die tellen dus allemaal precies waar in dat afval zit. En daardoor weten we dat ook. En daarnaast zijn er natuurlijk mensen die lege blikjes voor statiegeld verzamelen en zelfs afvalzakken open maken. Dat geeft dus een enorme troep. Dus, en het is natuurlijk ook best wel storend dat je aan de ene kant dus goed bezig bent om met minder afval te werken. Aan de andere kant heb je dus een praktische trend die het tegendeel doen. En we merken nu ook in de bewonersoverleggen die we altijd houden, ook in de opmaat naar de nieuwe Vierdaagse Week, dat een toenemende maat over geklaard. Want jullie horen dat ook. Dat alles heeft toegeleid dat we ook al voor dit jaar hebben overwogen als college van BMW om te gaan werken met een verbod op de verkoop van blikjes alcohol. Met name omdat we dat ook nog willen koppelen dan om minder alcoholgebruik. Blikjes zijn spotgoedkoop. Te goedkoop als u het mij vraagt, als ergens de BTW op omhoog zou moeten gaan, was het niet
zou het niet op boeken moeten zijn, maar op blikjes alcohol, als u het mij vraagt. Ten opzichte van de reguliere horeca aan prijzen moet hanteren, vanwege de enorme kosten die de horeca nu natuurlijk ook maakt. Het is een oud debat. Als gemeente treden we niet in de economische spelregels, maar we gaan wel over afval. We gaan wel over alcoholmatiging. Het was voor dit jaar een kort dag, maar we gaan dit jaar echt nog beter in de gaten houden wat gebeurt ermee. En ik kondig er nu maar aan, dat zal er wellicht toe leiden dat we volgend jaar dat verbod op die blikjes en verkoop buiten winkels en slijterijen in onze stad gaan invoeren. Je zou het ook als een positieve oproep kunnen beschouwen aan bijvoorbeeld supermarkten om ook dit jaar daar eens wat terughoudender mee om te gaan. Het is er met alles in ons leven, of het journalistenleven is, het machtsleidersleven, het directieleven, of het burgemeesterleven, of het tribuneleven. U heeft uw leven in eigen hand. En ook uw eigen economische mogelijkheden heeft u in eigen hand, zeg ik, over uw hoofd heen, naar hen die goed verdienen aan de verkoop van bijvoorbeeld blikjes. Dat wordt toch, dit zijn allemaal mooie randvoorwaarden, uitspraken om een mooie week te krijgen. Ik hoop dat iedereen zich goed voorbereid, zeker als het nog eens lekker warm is, of zelfs heel erg heet. Ik ga in ieder geval het goede voorbeeld geven. U ziet dat ik een nieuwe stropdas heb. Het kan dus wel heel erg. Het is mogelijk. Ik zal de naam van de website niet in het openbaar weer doorgeven. Hoe je in Londen echt prachtige vierdaagse stropdas, althans de kleuren, kunt krijgen. Neutraal. Je hoeft echt geen reclame voor de Club van Eddie Zakkers te willen maken. Al zou dat ook een leuk idee zijn om een logootje op te gaan doen. Maar daar zal de heer Zakkers zelf wel iets over zeggen. Maar het kan dus wel, heren, hè? Om stijfveel en toch gekleurd een prachtige week in te gaan. Dank u wel. Ik geef graag het woord aan Henny Zakkers. Dankjewel Babs voor de introductie en burgemeester vanaf mijn plaats ook weer dank voor de gastvrijheid om vanmorgen hier in deze prachtige raadszaal te hebben over die derde week van juli. Ja, dames en heren, op het gevaar af dat ik eigenlijk meteen jullie aandacht ga verliezen, val ik maar meteen met de deur in huis. Ik heb voor de komende vierdaagse marsen vanmorgen geen breaking news voor jullie. Althans niet anders dan dat wij, de hele Vierdaagse organisatie, blij is dat wij over minder dan 10 dagen weer een Vierdaagse gaan beleven. Toch even van mijn kant uit een vooruitblik. Wat zou ik jullie over de aanstaande Vierdaagse kunnen melden? Nou, om te beginnen, en dat zeg ik best wel een beetje met trots, kan het jullie niet zijn ontgaan dat de Vierdaagse bij de wandelaar ongekend populair is. In zeer korte tijd, in 49 minuten, waren wij met de laatste 7000 kaarten volgeboekt. En dan kan je echt blij zijn met de populariteit van je evenement. We hebben 7000 mensen ingeschreven. En ik zal u eerst in het kort wat vertellen over dat wandellegioen. De details vinden jullie terug in dat document Feiten en Cijfers. En als je dat erop naslaat, dan kun je zien dat wij dit jaar 86 nationaliteiten in de komende Vierdaagse hebben. En dat is een record. Dat is een record, want het oude record uit 2019 stond op 84. En dat gaat dus uit de boeken. Voor het eerst deelnemer met de nationaliteit van Burkina Faso. En eentje met de Noord-Macedonische nationaliteit. Noord-Macedonisch. U hoort mij niet zeggen Noord-Korea. U hebt begrepen dat de deelnemer zich kennelijk vergist heeft in het aankruisen van het nationaliteitsvakje. Ik heb het echt gezien. Er stond echt Korea of the Noord in het Engels. Maar het blijft mij verbazen dat als je uit Zuid-Korea komt, dat je daarin vergist. Dus geel nieuwe draan dat de verkeersmaatregelen nog niet zijn getroffen en wij dus in moeten staan voor de veiligheid, dat die problemen krijgen als ze de beeld, ook daar waar alle beschikbare, maximaal beschikbare starttickets heel snel verdeeld onder de landen. Dus we komen uit op ongeveer 6.500 militairen afkomstig uit 34 landen. We hebben ruim 17.000 debutanten. Dat zijn dus mensen die voor het eerst, en in acht gevallen durf ik wel te zeggen, waarschijnlijk ook voor het laatst gaan deelnemen aan de Vierdaagse. Die gaan wat ongetwijfeld
met een hele spannende week gaan die dat beleven. Nu was dit jaar de mogelijkheid om een reeds verworven startkaart terug te geven aan de organisatie. Men heeft toch impulsief zich ingeschreven, loopt de blessure op, lijkt in juli toch niet te kunnen. Kennelijk verzagen wij hiermee in een behoefte, dames en heren, want om precies te zijn, 2355 mensen hebben daarvan gebruik gemaakt. En omgekeerd hebben wij dus voor dat aantal weer mensen blij kunnen maken die bij de inschrijfsluiting achter het net hadden gevist. Ja, of dit tot gevolg heeft dat op de aanmelddagen de beruchte no-show, dus de mensen die niet komen opdagen, merkelijk minder gaat worden. Ja, dat zullen we moeten afwachten. Dat laat zich niet voorspellen. De aanname is dat dat misschien toch wel invloed gaat hebben. We gaan het meemaken. En als ik dan toch over startkaarten heb, dan moet ik misschien vanmorgen toch iets rechtzetten. In een recent verschenen boek, ik laat het u even zien, het heet Camilla in Lima, wordt de indruk gewekt dat de burgemeester van Nijmegen de mogelijkheid heeft om ook starttickets voor de Vierdaagse uit te delen. Dames en heren, dat is volledig ontsproten uit de fantasie van de schrijfster. En zo meen ik ook, burgemeester, dat de tekeningen in het boek, althans wat de gelijkenis betreft, berusten op puur toeval. Ja, waar wij blij bij zijn bij de Vierdaagse is dat we opnieuw bijna 1400 jongeren, en dat zijn dan jongeren in de leeftijd tussen de 11 en de 15 jaar, hebben zien inschrijven. En minstens zo verheugend is dat voor het eerst de gemiddelde leeftijd van de Vierdaagse deelnemers, eigenlijk moet ik tegen jullie zeggen om precies te zijn sinds corona, aan het dalen is. Was dat in 2019 nog gemiddeld 53 jaar? Het is nu 47,9. We vergrijzen dus niet langer. En dat is vanuit een toekomstige gedachte natuurlijk een hele prettige constatering. Nou, de bijzondere deelnemers, dat is denk ik ook niet zo heel spannend. Meneer Willy Heij uit Wiegen is onze nieuwe recordhouder, althans de nog actief wandelende recordhouder. Hij gaat voor de 64ste keer. We hebben 11 deelnemers die de Vierdaagse voor de 50ste keer hopen te voltooien en 1 deelnemer voor de 60ste keer. Nou, dan heb je altijd de jongste deelnemer en de oudste deelnemer. Op een of andere manier boeit jullie dat, althans journalistiek. Dat zijn er 2, Eva en Hielke. Ik wens ze vanaf deze plek vast veel succes. Ze zijn alle 2 natuurlijk op 31 december jarig. En de oudste deelnemer is net als vorig jaar de 91-jarige meneer Huub Noeren uit Bergen op Zoom. En alle andere details vinden jullie in dat andere boekje in de spotlight map boekje. Ja, wat mij betreft tot zover met kanttekeningen. Dan in willekeurige volgorde wat nieuws, wat nieuwgeetjes betreft. Wij vinden het heel belangrijk dat onze wandelaars zo makkelijk mogelijk naar het startvullingsterrein komen. En met makkelijk bedoel ik dat het liefste per openbaar vervoer of per fiets. Dat lijkt een succes te worden, want wij hadden ingeschat dat wij voor 12.000 wandelaars fietsenstallingscapaciteit moesten inrichten. We weten inmiddels dat dat uitgebreid moet worden tot 18.000. En dat is goed nieuws. Steeds meer wandelaars gaan naar de wedren per fiets. En dat scheelt ook weer heel wat stikstofuitstoot. Als u even anderhalve week eens over de wedren loopt tijdens de Vierdaagse, dan zult u zien dat wij terreinen stevige facelift hebben gegeven. Zo zullen wij de traditionele tentjes, waar de aan- en afmeldbureaus gevestigd zijn, vervangen door wat modernere, wat meer eigentijdse behuizing. En opnieuw is dat we dit jaar een proef willen doen met afmeldbureaus die werken volgens het principe scan and go. Dat wil zeggen dat de wandelaar die weinig behoefte heeft aan praatjes, aan het delen van belevenissen, meteen door kan lopen, gescampt wordt en aan de achterzijde het Vierdaagse terrein weer verlaat. Een snelle afhandeling voor de wandelaars die dat op prijs stellen. We gaan overigens ook onze vrijwilligers in een nieuwe outfit ook een beetje eigen tijd te steken. U gaat dat allemaal zien. Iets over de startprocedure, want daar is in ieder geval op de sociale media wel wat te doen geweest.
We hebben daarover al met jullie gecommuniceerd. Ik vat het even kort nog samen. Wij kenden voor de 40 kilometer en de 30 kilometer jarenlang zogenoemde startgroepen. Die waren bij de wandelaar bekend onder de wat spannend klinkende codenamen Wemmerschoen en Gladiool. En die waren eigenlijk ingesteld omdat de deelnemers op die twee specifieke afstanden maar steeds bleven toenemen in aantal. De wandelaars waren in het algemeen helemaal niet blij met die startgroepen. Want het kwam heel vaak voor dat jij als wandelaar een zogenoemde vroege start had, terwijl jij wel een maatje een late start had, zodat je niet samen van start kon gaan. En met name op Vierdaagse Vrijdag, als iedereen zo vroeg mogelijk weg wil, was dat toch wel een ergernis die in de top 3 van de wandelaars terecht was gekomen. U herinnert zich waarschijnlijk dat er toch een mogelijkheid was om te ruilen. Ja, die was er, maar die stelde eigenlijk niet veel voor, omdat vraag en aanbod volledig in wanverhouding met elkaar waren. En ik schrok zelf eigenlijk een beetje van de berichten dat mensen zelfs geld gingen bieden voor vroege startkaarten. Nou, we hebben niet alleen om die reden, maar ook om andere reden nu besloten die startgroepen op te heffen. Na corona zagen we namelijk iets waar we niet zo'n hele goede verklaring voor hebben. Namelijk dat er zich wijzigingen gingen aftekenen in de aantallen deelnemers op de afstanden. Met name de stijging van het aantal 50 kilometer lopers was opmerkelijk en heeft zich op voor 2024 opnieuw voorgedaan. Dat zijn er meer dan 10.000 geworden. Terwijl de andere afstanden licht dalen of in ieder geval niet meer verder stijgen. En dat betekent dat wij die startgroepen niet langer meer nodig hebben om, laten we zeggen, de wandelaars gedoseerd op verantwoorde wijze op de weg te krijgen. We hebben het dus teruggebracht naar de systematiek zoals die eigenlijk vroeger gold. Namelijk de start van de 50 om 4 uur, de start van de 40 om 5 uur en de start van de 30 om 7 uur. En dat is dan ruim de tijd. En als de wandelaars allemaal per se rond die tijdstippen van 4, 5 of 7 uur willen komen, dan doen ze dat in ieder geval zelf. Als het dan een beetje druk wordt, want ze hebben de tijd genoeg om iets later te gaan starten. Ik heb geen noemenswaarde parcourswijzigingen. Wel verplaatsen wij voor dag 4 de medische verzorgingspost die altijd achter de pontonbrug aan de zijde van Melk en Middeluik stond terug naar Kuik, waar wij de medische verzorgingspost hebben, of gaan we inrichten moet ik zeggen, in de Schouwburg al daar. En dat heeft ook eigenlijk te maken met de verantwoordelijkheid waar de burgemeester al even op duidde als het gaat om organisatoren. Als wij diensten en onderdelen van de organisatie in stille gebouwen kunnen huisvesten, dan scheelt dat in ieder geval weer stikstofuitstoot. We hoeven minder tenten te huren, we hoeven minder elektriciteit en waterleidingen eruit te leggen. En dat is een beleid wat de komende jaren voortgezet gaat worden. Ja, waar jullie vorig jaar erg geïnteresseerd in waren, dat was de safety car. Even voor degene die dit jargon nog niet helemaal beheersen. Dat is een elektrisch voertuig wat voorkomt uit oogpunt van veiligheid dat hele snelle en bijna hardlopende wandelaars zo snel gaan dat de verkeersmaatregelen nog niet zijn getroffen en wij dus in moeten staan voor de veiligheid, dat die problemen krijgen als ze de safety car passeren die met een snelheid van 8 km per uur voor de eerste wandelaars uitrijdt. Die blijft erin dit jaar? Nee, dat mag niet. Het is dus de bedoeling dat de wandelaars die safety car niet passeren totdat die uit het parcours vertrekt omdat alles veilig is. En we doen het dus niet om wandelaars te pesten zoals vorig jaar in een social of in een tweet stond, maar puur om de veiligheid ook van deze deelnemers zo goed mogelijk te borgen. Dan wil ik inderdaad nog even iets zeggen over de berichten die gewag maken van een sterk verminderde inzet van de politie bij de Vierdaagse. Ik wil daarbij vooropstellen, dat dit niet gaat om politietaken in het kader van de openbare orde, criminaliteitbestrijding of de hulpverlening. Het gaat uitsluitend om problemen die er zijn bij de politieeenheid Oost-Nederland. En het betreft bovendien niet de gemeente Nijmegen. Bij de eenheid Oost-Nederland kampt men al een tijd lang, en met een tijd lang bedoel ik al enige jaren, met capaciteitsproblemen en daardoor komt de inzet van de politie bij de verkeersbegeleiding tijdens de Vierdaagse en in de Vierdaagse week in gedrang.
uitgangspunt, en ik denk dat de burgemeester dat onderschrijft, is dat wij als organisator de primaire verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid van de wandelaar. Maar ook bijvoorbeeld om te zorgen dat calamiteitenroutes vrij blijven voor hulpdiensten die nodig zijn. En ook dat wij woonwijken of bedrijven, ondernemers, niet in verlegenheid brengen door ze af te sluiten als het ware en te zorgen dat er voldoende ontsluiting is. Nou, we hebben dit probleem van het terugtreden van de politie als verkeersbegeleiding in de Vierdaagse met de burgemeesters van de doortochtgemeente waarom het gaat besproken. En we hebben het opgelost door de inzet van nog meer verkeersregelaars. En om u een beeld te geven, dat heeft onder meer betekend dat wij 418 kruisingen onder de loep hebben moeten nemen om te kijken hoe op die plek verantwoorde doorstroom van wandelaar en verkeer zo veilig mogelijk kon worden gerealiseerd. Ik ga een beetje van de hak op de tak, dat hoort ook een beetje bij deze persconferentie. Het gaat heel goed met de Vierdaagse sponsorloop. Ik heb opgeschreven dat zij op dit moment weer meer sponsorlopers en donateurs hebben. En als de schijn niet bedriegt, hopen wij voor de goede doelen dit jaar een recordbedrag binnen te halen. En dat gaat waarschijnlijk lukken. In 2023 is het blijven steken op 950.000 euro. En we willen natuurlijk heel graag dit jaar de 1 miljoen euro halen. En ik zei al, het schijn bedriegt niet, want halverwege juni stond de teller al op 500.000 euro. Dus dat geeft best een goed gevoel dat het effect van de Vierdaagse Marsen is dat je na afloop voor dit soort bedragen een hele hoop goede doelen kunt steunen. Mij is gevraagd om even in het kort iets te zeggen over het onderzoek van Radboud UMC. Maar professor Marie Hopman is aanwezig om straks meer technische of medisch-technische vragen voor jullie te beantwoorden. Het onderzoek richt zich dit jaar overigens op verschillende deelonderzoeken, waarbij een belangrijke component is het proberen op te helderen van de vraag waarom sommige Vierdaagse lopers naarmate de week vordert, ik zeg het even in mijn woorden, steeds schiever gaan lopen. Hoe komt dat eigenlijk, vragen de inspanningsfysiologen en de medici zich af. En die willen kijken of daar dit jaar antwoord kan worden gevonden op de vragen rondom dat vreemde fenomeen. Verder gaat het team van Maria Hopman verschillende eiwitten onderzoeken. En dan moet ik echt goed kijken naar mijn aantekeningen. Het gaat dan met name om innovatieve plantaardige mix die het spierherstel moet bevorderen. En dan zegt Maria dat bij zeer warm weer in de Vierdaagse een vervolgonderzoek komt naar de effecten van witte en zwarte kleding en de warmtebeleving en opwarming van het lichaam. Ik heb niet echt de belangstelling voor dit onderzoek, want dat zeer warme weer, dat zie ik eigenlijk niet zo zitten. Maar dat is misschien een andere invalshoek dan vanuit inspanningsfysiologisch perspectief. Ja, van de fysieke gezondheid van de Vierdaagse deelnemer naar de gezondheid van de bedreigde diersoorten waar ik het vorig jaar over heb gehad aan het parcours. Het is maar een kleine stap. Maar moest ik jullie vorig jaar nog melden dat wij veel extra kosten hebben moeten maken om de habitat van de grote gele kwikstaart te beschermen. Nou, ik kan u vanmorgen melden, dat is niet te vergeefs geweest. Ik heb ter voorbereiding van deze persconferentie de website van SOVEM bezocht. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met de vogelbescherming en ook met de vogelbescherming zelf. En ik kan u meedelen dat het aantal paardjes van deze vogel niet langer meer aan het dalen is. U hoeft zich dus dan bij uw lezers, kijkers of luisteraars geen zorgen te maken over de verwoestende werking van de Vierdaagse op het voortbestaan van de grote gele kwikstaart. Een korte opmerking nog. Ja, de toekomst. Ik merk steeds vaker op in de 1-op-1 interviews dat jullie mij wel eens vragen van, ja, hoe zie je eigenlijk de toekomst van de Vierdaagse? Ik vind het best een moeilijke vraag. De burgemeester gaf aan een voorzet, want als ik bij de toekomst kijk, kijk ik natuurlijk meteen naar 2025. Als de Vierdaagse 100 jaar in Nijmegen is terechtgekomen. En ja, burgemeester, op mij lijkt dat een prachtige reden voor een feest. En dat gaan we dan meemaken. Volgend jaar zullen we ook nadrukkelijk stilstaan bij het feit dat Nederland 80 jaar bevrijd is. En dat dat meer dan ooit reden is om daar ook bij stil te staan tijdens een evenement wat juist die verbroedering zo nadrukkelijk in die vrijheid wil benadrukken.
Ja, de verre toekomst. Vanuit onze missie streven wij enerzijds naar behoud van de kenmerkende traditionele waarden in de Vierdaagse, maar voeg ik daartoe wel in de context van een steeds veranderende samenleving. Dus ja, veel aandacht voor duurzaamheid, voor wat dan heet de customer journey van onze deelnemers, voor de unieke belevenis die deelnemer aan de Vierdaagse moet zijn, maar tegelijkertijd ook voor de betaalbaarheid van het evenement in relatie tot de verantwoordelijkheid die je hebt voor een zorgvuldige financiële huishouding. Een glazen bol heb ik niet, dus verder kijken in de toekomst kan ik niet. Ook niet waag ik mij aan de voorspelling van het weer. Dat is vandaag 5 juli veel te vroeg. En net als vorig jaar krijgen wij op de zondag, voordat de marsen van start gaan, vanuit de meteoroloog een tamelijk nauwkeurige weersvoorspelling voor de eerste wandeldag. We gaan het zien. Het lijkt erop dat we op dit moment niet echt rekening hoeven te houden met extremiteiten in de weerssituatie. Maar in dat opzicht is 10 dagen te gaan nog best wel ver. Ik rond af. Meer dan ooit kijk ik met jullie uit naar een fantastische week in Nijmegen. De Vierdaagse organisatie is daar klaar voor. En samen met de gemeente Nijmegen, het ministerie van Defensie en het bestuur van de Stichting Vierdaagse Feesten wens ik jullie tot slot, medewerkers van de media, heel veel succes met jullie werk. En ik hoop dat jullie dat werk, althans in de Vierdaagse, met heel veel plezier zullen doen. Dank jullie wel. Ja. Dat zit. Dank Annie, dank burgemeester. Het zal geen verrassing zijn, ook de Vierdaagse feesten zijn er klaar voor. Nog 8 dagen en dan mogen wij op zaterdag 13 juli om 4 uur gezamenlijk openen in de stad. En dat gaan we eigenlijk, is dat een nieuwe traditie geworden na coronatijd. En dat gaan we dus ook dit jaar om 4 uur weer doen. Wij hebben een goede voorbereiding gehad. Eigenlijk, los van een aantal wat meer scenario's en dossiers die richting de toekomst liggen. Daar vertel ik daar nog wel iets meer over. Hebben wij een goede voorbereiding gehad naar deze editie. De eerste borden en versieringen in de stad zijn al zichtbaar. Heel langzaamaan komen we echt naar die week toe. En dan zal de komende week, als de stad opgebouwd gaat worden, nog veel meer zijn. En dan hoop ik dat Nijmegen, heel Nijmegen en omstreken goed in de stemming gaat komen. En dat vraagt natuurlijk ook wel enige coulance van bewoners en mensen die in de stad moeten zijn voor andere redenen. En we hopen dat dat allemaal ook weer soepel gaat verlopen zoals vorig jaar. En die hele voorbereiding en dit hele evenement, zoals we dat in Nijmegen neerzetten, de burgemeester zei het al, eigenlijk wel een van de grotere, of al dan niet grootste, open, vrij toegankelijk evenement van Nederland, is een hele exercitie. En dat is eigenlijk ook gewoon een heel groot compliment aan de hele stad. En dan heb ik het over gemeente, alle diensten, bewoners, organisatoren, iedereen die hier een bijdrage levert, in welke zin dan ook. Want het is niet vanzelfsprekend. En voor open, vrij toegankelijke evenementen als de onze, waar geen kaartverkoop is, waar geen hek omheen staat, waar die complexiteit van zo'n binnenstad groot is, hebben we met allerlei uitdagingen te maken. En de burgemeester refereerde er ook al wel aan. De uitdagingen zitten ook met name op betaalbaarheid. Hoe hou je het betaalbaar voor iedereen? Veranderende wet en regelgeving, hoe ga je daarmee om? Dan ben ik blij dat de burgemeester ook aangeeft dat we hier in Nijmegen daar toch op de een of andere manier risicogericht inzetten. De wet en regelgeving gebruiken. Maar daar wel goed naar kijken hoe we die moeten gebruiken. En we hebben ook te maken, en zeker ook in Nijmegen, met veranderende binnensteden. De vierkante meters binnenstad zijn dit jaar niet hetzelfde als vorig jaar en ook niet hetzelfde als volgend jaar. Dus we hebben als organisatie steeds te passen en te meten hoe we dit evenement met deze omvang in de binnenstad van Nijmegen kwijt kunnen. Dat is een gegeven, daar moeten we mee omgaan. Maar dat zijn wel uitdagingen. En om een vergelijking te trekken naar andere evenementen. Bevrijdingsfestivals in Nederland, de grotere bevrijdingsfestivals, hebben ook de noodkreet geluid om aandacht te vragen voor dit soort problematiek en zeker ook voor betaalbaarheid.
Dat heeft toegeleid dat er landelijk een noodfonds in de maak is. Om er toch voor te zorgen dat bij tegenvallend weer andere elementen de bevrijdingsfestivals daaruit uitgekeerd kunnen krijgen. Nou, dit zijn wel elementen waarvan ik denk, er is wel iets aan de hand. En daar hebben we een oplossing voor te vinden met elkaar. Dus het dilemma voor de toekomst voor ons is ook, hoe houden we deze traditie? Want het is ook echt wel, de Vierdaagse feesten, zeker in combinatie met de wandelvierdaagse die al veel langer bestaat hier in Nijmegen. Echt een traditie en toch ook een beetje cultuur geworden van de stad. Hoe houden we die voor bezoeker, organisator, gemeente, maar ook ons als stichting betaalbaar en toekomstbestendig? Daar mag u zeker naar ons kijken als stichting om daar een eerste aanzet voor te geven. Maar randvoorwaardelijk en in allerlei andere vormen is dit ook iets waar de hele stad over na mag denken. Hoe we dit met elkaar gaan doen. We komen daar zeker op terug. Zeker ook na de feesten. Ik denk dat het nu goed is om vooral te gaan feesten. En met elkaar een hele mooie week te hebben. Maar u mag van ons verwachten dat we daar zeker op achtergrond over nadenken. En daar zeker in het najaar ook wat meer richting aan gaan geven. Dan misschien even een aantal veranderingen of nieuwe zaken rondom de Vierdaagse feesten. Er is al veel verteld over onze app. Er is ook al veel verteld over duurzaamheid. En zeker als het gaat om duurzaamheid, proberen we elk jaar weer de stappen te zetten die we moeten zetten. En ik ben ook ontzettend trots op het feit dat we die stappen zetten. Zeker als het gaat om de circulaire beker. Zeker als het gaat om reduceren van afval. Maar ook om te zorgen dat we steeds energie-neutraler worden. En bijvoorbeeld ook minder of meer duurzame aggregaten in de stad hebben staan dan vroeger. Dat hebben we ook nodig om ook weer aan stikstofmaatregelen normeringen te kunnen voldoen. Maar we hebben ook intrinsiek de ambitie om hier stappen in te blijven zetten. Wat nieuw is in programmering of in plekken in de stad. En dan ben ik heel blij en heel trots als het hoge water het toelaat. Dat we weer een pontje hebben dit jaar. Dus het pontje vaart weer van de Waalkade naar de overkant. En dat doet denk ik zeker iets met de beleving van de bezoeker. En zeker ook met de bereikbaarheid van Stadseiland Stek. En Stadseiland Stek aan de overkant van de Waal, Nijmegen Noord, zal ook iets uitgebreid zijn. Daar komt een extra podium bij. Plein 44 is terug. Daar waar het toch ooit 53 edities of 52 edities nog geleden begonnen is. Is er weer bij. Vorig jaar is dat door organisatorische redenen niet doorgegaan. Dit jaar zijn ze er weer bij en daar zijn we ontzettend blij mee. En plein 44 is dan ook letterlijk, denk ik, het middelpunt van de feesten. We kijken niet alleen naar uitbreidingen of vernieuwingen als het gaat om nieuwe plekken, extra podia, et cetera. Het gaat ook om het draaglijk te houden voor voor bewoners in de binnenstad. We hebben als stichting ook echt de ambitie om zoveel als mogelijk overlast te voorkomen. En dat is niet altijd even makkelijk, dus we vragen best een offer van bewoners in zo'n week. Maar we proberen goed te luisteren en daar waar kan proberen we ook maatregelen te nemen. En zo is er bijvoorbeeld ook in Park Kronenburg gekeken naar de opstelling van het podium en de opstelling van het hele terrein. En ook naar signalen van bewoners en ook zeker met dank aan de geluidsexpert van de gemeente is er gekeken en hebben we dit jaar het podium op een andere plek gezet, andersom gedraaid om ervoor te zorgen dat geluidsoverlast minder zal zijn bij het Kronenburgerpark of op en rondom het Kronenburgerpark. Dat is natuurlijk altijd even een uitdaging om te kijken of dat in de praktijk ook zo is. Maar ik vind wel dat we hiermee ook laten zien dat we wel proberen te luisteren en te kijken naar oplossingen om het zo draaglijk mogelijk te maken voor aanwonenden. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor een kleine uitbreiding bij de Smaakmarkt. Waarbij we hebben gekeken naar, kunnen wij het terrein van het labyrinth aan de Waalkade naar de spoorbrug, naar de snelmiddelen, wat uitbreiden met wat luidrempelige programmering en foodtrucks. Om zo de route voor bezoekers wat meer buitenom te leggen dan dat iedereen sluipt door de benedenstad gaat. Wat ook tot veel overlast leidt als het gaat om wildplassen en wildpoepen zelfs. Dat gaan we niet in de hand houden, maar aan de andere kant proberen we wel op deze manier mee te denken om ervoor te zorgen dat die overlast ook voorkomen gaat worden.
De burgemeester gaf het al aan. We zijn ontzettend trots op de ontwikkelingen die wij doorvoeren als het gaat om onze app en ook de bezoekersbeleving van de Vierdaagse Feesten. De legitimatieoptie die we toevoegen aan de app. Maar nog meer zijn we denk ik heel blij om en trots om ook bij te dragen aan mogelijkerwijs de betaalbaarheid van het evenement via onze app. De betaalbaarheid voor de bezoeker, we lezen het ook in de media terug, hè, de consumptieprijzen zijn hoog. Maar wel relatief denk ik in de zin van dat er ook heel veel programmering in de stad gebracht wordt waar geen kaartverkoop tegenover staat. Maar we willen wel iedereen de mogelijkheid bieden om naar de feesten te gaan en daar ook een drankje of een activiteit te kunnen betalen. Dus wat we dit jaar gedaan hebben is gevraagd aan de horecapartijen in de stad, de kermisexploitanten, de foodtrucks, alles wat opgebouwd wordt in de stad, om met kortingscoupons te komen. En die kortingscoupons zijn denk ik vanaf vandaag ook in de app terug te vinden. Waardoor mensen die naar de feesten gaan, onze app downloaden, kortingscoupons kunnen inwisselen bij de betreffende locaties. Dat is nieuw. Ik hoop dat dit de komende jaren ook echt gaat groeien en een vlucht gaat nemen. Want zelfs zou het mogelijk zijn voor ons. En dan denk ik, of misschien droom ik wel heel erg. Maar ik geloof er wel in dat we als dit een vlucht neemt en daar gretig gebruik van gemaakt wordt. Het ons ook inzichten geeft om bezoekers op een goede manier te spreiden. En ervoor te zorgen dat het niet overal te druk gaat worden. Dus op die manier denk ik dat we daar ook een stap zetten richting betaalbaarheid. In randvoorwaardelijke zin, de burgemeester gaf het al aan. Ik denk dat het een hele mooie stap zou zijn als dat ook gepaard gaat volgend jaar met een verbod op blik. En beperking van alcoholische versnaperingen in blik in de binnenstad. Want dat draagt uiteindelijk ook bij aan de betaalbaarheid van het evenement. Want veel kosten worden ook wel afgewenteld of investeringen die gedaan worden door de horeca kunnen alleen maar terugverdiend worden door consumptie. Daarin denk ik dat we daar ook de juiste randvoorwaardelijke condities moeten scheppen voor deze organisatoren die ieder jaar ook wel op verschillende plekken veel geld verdienen. Op andere plekken daar soms wat minder geld verdienen of heel veel risico nemen. Maar laten we met elkaar zorgen dat het evenement op die manier tot stand kan komen. Ieder jaar hebben wij ook een goed doel. Wij vinden dat we ook altijd iets terug moeten doen voor Nijmegen. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld de samenwerking met Gelukkige Groentes. Waarbij we ook als stichting op een duurzame manier groenten hebben laten verbouwen. En laten oogsten door Gelukkige Groentes. En dat hebben aangeboden aan de voedselbank. Dit jaar werken we gaan we samenwerken met het Maatjesproject van de Nijmeegse Vrijwilligerscentrale. Een maatje is een vrijwilliger die één op één gekoppeld wordt aan iemand die op bepaalde punten in het leven een coach, een mentor of een maatje nodig heeft. We willen daar aandacht voor vragen tijdens de Vierdaagse Feesten. We zullen daar ook een geldbedrag aan doneren om ervoor te zorgen dat daar mooie projecten uit voortkomen. En ook in programmering zul je dat op verschillende plekken terugzien in de stad. Bijvoorbeeld bij de Smaakmarkt of bij Stadseiland Stek of bij Plein 44. Dus daar worden ook activiteiten georganiseerd om de maatjesproject onder aandacht te brengen. Of aandacht te vragen voor mensen die dat nodig hebben. Dan, en dat heeft ook al wel in de media gestaan, maar ik noem hem hier toch nog eventjes. Hebben we ook iets nieuws rondom de taxistandplaatsen in de stad. De wildgroei van taxis is toch wel als een probleem ervaren de afgelopen jaren. En samen met de vereniging Taxi Nijmegen is er een plan bedacht waarbij we die wildgroei een klein beetje tegen willen gaan. Uiteindelijk is iedereen welkom om mensen te vervoeren van en naar de feesten. Maar we willen dat wel iets meer gaan reguleren. Dus de taxistandplaatsen worden eigenlijk een beetje gecoördineerd door de vereniging Taxi Nijmegen. En iedere taxi die in Nijmegen op die standplaatsen actief wil zijn, kan dat aanvragen bij deze vereniging. En zij zorgen voor een ordentelijk verloop van het vervoer van de mensen. Wij hopen daarmee het kwaliteitsniveau van het taxivervoer ook daaraan bij te dragen.
En ervoor te zorgen dat de bezoeker ook een goede ervaring heeft. En uiteindelijk ook gewoon de juiste prijs betaalt voor de rit die hij of zij nodig heeft. Tot slot, een andere innovatie. We zijn met een field lab in Nijmegen actief om, als het gaat om veiligheid en crowd control, alle innovaties en technologische ontwikkelingen te gebruiken die er zijn. Daar zitten verschillende projecten in. Om ervoor te zorgen dat we aan de voorkant met de schaal, met het opbouwen, met het intekenen van een dergelijk evenement als de Vierdaagse Feesten. Om ervoor te zorgen dat we dat ook allemaal zo goed als mogelijk en zo in 3D mogelijk de crowd simulaties kunnen gaan doen aan de voorkant. Zodat we niet voor verrassingen komen te staan in de week zelf. Daar zijn heel veel mooie ontwikkelingen in, maar één wil ik er toch wel even uitlichten. En dat heeft er alles mee te maken dat we ook een samenwerking hebben binnen dat Field Lab met Vodafone Ziggo. Waarin we ook met het netwerk, wat af en toe een klein beetje hapert met zoveel mensen in de stad, dat we ervoor gaan zorgen dat er op verschillende plekken, locaties, evenementenpleinen, specifieke kastjes aanwezig zijn voor beveiligers. Die door het netwerk slicing, dus een bepaalde bandbreedte van het netwerk, specifiek te houden voor die kastjes, dat zij rechtstreeks in contact staan met de politie en meldingen kunnen doen of bepaalde berichtgeving kunnen doen als er iets aan de hand is bij een incident. Daarmee gaan we echt deze pilot kijken, hoe werkt dit en hoe kunnen wij op deze manier zorgen dat we de verbinding zo goed als mogelijk houden. Dus dat is een hele mooie samenwerking, een hele mooie ontwikkeling om samen met de locaties in de stad, samen met onze verantwoordelijkheid vanuit de stichting, maar zeker ook de politie die daar een rol aan speelt. En de technologische ontwikkelingen die ook door Vodafone Ziggo geboden worden. Gaan we kijken hoe we daarin weer de volgende stap kunnen zetten als het gaat om crowd control en veiligheid. Zo blijven we denk ik ook als stichting invulling geven aan onze ambities. En proberen we ieder jaar ook weer te vernieuwen en te verbeteren. Het evenement zal er in omvang denk ik ongeveer uitzien als vorig jaar. Met deze vernieuwingen, deze verbeteringen. En we proberen het uiteindelijk ook voor de bezoeker zo betaalbaar mogelijk te houden. Maar ook zo de beleving zo goed mogelijk te houden. Als bijvoorbeeld ook onze polsbandjes die we verkopen. Om ervoor te zorgen dat het toilet gebruik in de stad zo goed als mogelijk in die week verloopt en mensen niet overal apart hoeven te betalen. Dat soort maatregelen, dat soort zaken blijven gewoon bestaan en worden ook gewaardeerd door onze bezoekers. Dus we blijven hierop investeren. We hebben de uitdaging voor de toekomst, maar we gaan een hele mooie week tegemoet en we hebben er ontzettend veel zin in. Dankjewel.